Goedemiddag, Koninklijke Hoogheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh. En stap. Kom maar. Spécialement pour ce événement. Ah, si. Et c'est naturellement pour vous. We hebben vanuit het verleden veel contacten met de familie Bonaparte gehad. We hebben bijvoorbeeld alle kanonnen voor Napoleon gezeten in Frankrijk. We praten over een heel stuk historie. Ja, ik zag jou in één keer naar voren gaan. Ik denk dat het interessant is. Op zich is zo'n activiteit natuurlijk altijd goed om de historie van een stad even te benadrukken en even de aandacht weer te vestigen op waar het verleden staat. Daarmee kunnen we in het heden verder. Maar u ziet er heel mooi gekleed uit. Dank u wel. Kunt u dit vaker begrijpen? Dit is een activiteit van de Stichting Oud Oranje. En wij presenteren regelmatig vorstenhuizen uit Europa. Waarbij we op allerlei gelegenheden worden uitgenodigd om iets te openen. Of soms alleen om aanwezig te zijn. En op die manier even de historie echt levend te laten zien. Beste mensen. Fijn dat jullie in grote getalen hier naartoe gekomen zijn. En wij hebben al wat tijd verloren, die gaan we nu inhalen. Want de wethouder Marcel Willemsen die gaat hier even een woordje doen voor u. En dan gaat de onthulling gebeuren door Lodewijk Napoleon. Zeg maar, excusez-moi. Un malheur. Dames en heren, op een dag dat wij op een ludieke manier aandacht besteden aan een stukje gemeenschappelijke geschiedenis van Frankrijk en Nederland. En in het bijzonder de historische wegverbinding route Napoleon-Paris-Amsterdam, willen en mogen wij niet voorbij gaan aan de vreselijke gebeurtenissen die zich gisteren hebben afgespeeld in de Franse hoofdstad. Een aantal gruwelijke terroristische aanslagen die helaas heel veel slachtoffers hebben geëist en heel Frankrijk, maar ook daarbuiten, in diepe rouw heeft gebracht. Het is om deze reden dat wij deze bijeenkomst aan willen vangen en u willen verzoeken om een minuut stilte in acht te nemen. Dank u wel, merci. Wil ik nu toch graag beginnen met de toespraak. Le roi, Lodewijk Napoleon, Hortense, lieftallige echtgenoten
en het meegenomen personeel. Van harte welkom op deze bijzondere gebeurtenis. 206,5 jaar Leroy, nadat u hier geweest bent op 25 april 1809. En die gezellige avond, beste mensen, heeft ertoe geleid dat op 3 mei 2009 onze landdrost van Brabant Oosterhout een brief heeft gegeven waarin u Oosterhout stadsrechten heeft gegeven. Dat vinden wij bijzonder mooi. En dat we meer dan 5000 inwoners hebben, nu gaan we richting 55.000 inwoners. Maar dat is niet het enige wat u heeft gedaan voor Oosterhout. U heeft de kerk, de basiliek op de markt, toen nog geen basiliek, maar die mooie kerk heeft u teruggegeven aan de katholieken. Oorspronkelijk was het van de katholieken. Door de reformatie is hij naar de gereformeerden gegaan. En die gereformeerden hebben zich door uw bemoeienis verplicht gevoeld om het weer over te dragen aan de katholieken. U heeft daar 7000 gulden florijnen voor betaald. Het stadsbestuur heeft daar 7000 gulden voor betaald. En daarmee konden zij een prachtige kerk in de Rulstraat bouwen. Nogmaals, namens het gemeentebestuur van 2015, na 206,5 jaar, nogmaals hartelijk dank voor deze bemoeienis. U bent via een prachtige route naar Oosterhout gekomen. En dat was de route Parijs-Amsterdam. En die route, die ligt er nog steeds. En vorig jaar hebben wij een deel van de route Herpenstraat opgeknapt. En toen is er ook besloten, onder aanvoering van onze eigen heemkundekring, Martin van Alderen, daarvoor hartelijk dank, dat wij een stukje bloot zouden leggen en dat wij een stukje zouden bewaren voor de historie, dat ook onze jeugd ervan zou kunnen genieten. En dat, geachte koning, majesteit, Lodewijk Napoleon en uw echtgenote Hortense, dat gaan we vandaag doen. En bedankt dat u de moeite heeft genomen om vanuit Parijs hier naartoe te komen en met uw echtgenoot het bord te onthullen waar heel Oosterhout van kan leren. Dank u wel. Mag ik u uitnodigen om naar het bord te gaan? Namens zijn majesteit Lodewijk Napoleon kan ik u allereerst mededelen dat hij zeer verheugd is om weer in Oosterhout te zijn. Hij is ook erg blij dat de geschiedenis blijft herleven en dat we niet vergeten wat er in die 206 jaar is gebeurd. Want dat betekent dat we de geschiedenis gebruiken om de toekomst tegemoet te gaan. En daarmee is dit symbolische stukje Napoleonroute natuurlijk heel belangrijk om Oosterhout te herinneren aan hun stadsrechten. En zijn majesteit wil u meedelen dat hij met zeer veel vreugde heeft gezien dat dit nu gerealiseerd is. Wat u zich ook moet realiseren, dat veel van de dingen die u nu in de maatschappij heeft, namens Lodewijk Napoleon zijn opgericht. En dan kunt u bijvoorbeeld denken aan het kadaster. U dankt uw achternaam aan deze koning. En onder andere ook het Rijksmuseum is door deze koning uiteindelijk in het leven geroepen. Dus wat dat betreft een koning die voor de Nederlanden zeer veel heeft gedaan en ook erg veel moeite heeft gedaan om zich steeds Nederlander te voelen. Het mooiste symbool heeft hij gedaan door de kokarde die op zijn hoed zit en in het Frans blauw-wit-rood was, heeft hij tijdens het traceren van de grens met Nederland laten omdraaien in rood-wit-blauw.
Dus wat dat betreft heeft hij zelfs dat symbool aangenomen. Dat is niet altijd gewaardeerd door zijn broer, maar ala. Ik kan u vertellen, dames en heren, dat dit lied is geschreven op een bekende melodie. La Ballade des gens heureux, ook bekend bij Napoleon. Ook al dacht, ja, de ballade is eerder geschreven, Roi Sire, dan u wellicht denkt. En dan gaan we beginnen. In Oosterhout, daar ligt zoontje Keijer, zo vertelt een oude mond. Dat de koetsen overrijden, was de roep Napoleon. De koets van de grote keizer lag regelmatig ons met os. Zelfs de koets van de grote keizer lag regelmatig vol met os. Gelukkig vonden ze op deze route de koppelpaarden als herberg hier, zodat de reiziger zich kon laven aan het allerbeste bier. Zodat de reiziger kon laven aan het allerbeste bier. Maar die zuwe slimme Fransen vonden later een auto uit. Ideaal gewild er een kwam op de grondwekkendes vooruit. Die duivelse kasseien, mouwen, asfalt en beton. Vervang die duivelse kasseien, mouwen, asfalt en beton. Hoe raad je voor Frans, hè? Dank je wel. Merci beaucoup. Het is zo'n dames en heren, maar toch nog even als buitenstaander een applaus voor de heemkundekring die dit toch allemaal weer eventjes helemaal voor de bakker heeft gekregen. Graag gedaan. Bravo. Bravo. Majesteit, namens u wil ik de bevolking van Oosterhout hartelijk danken en volgens mij is dit het moment om even eenmaal met uw echtgenoot de route nog één keer te nemen en even een passage te maken over de weg. Ja, daar gaat hij. Ja. Beste mensen, Napoleon zal zo vertrekken. De koets is onderweg hier terug naartoe. Wanneer dat gepasseerd is, dan hebben we hier een kraam staan. En voor zover voldoende is er koffie en thee die geschonken wordt. Met een cake. Fantastisch. Ik had de plaats meegenomen. Als een champagne. Mag ik jullie koffie aanbieden? Ik zou het wel leuk vinden. Maar er worden even foto's aan, dus we worden even niet met de koffie doen. Trots. Nou. Straks even. Ik heb een foto van hem. En twee. Oh, prachtig. Zet je twee lepels op het personeel. Af verschil hoort er te zijn. Ja. We zijn altijd twee dames geweest. Dus. Ik dacht dat één tussen zo was. Nu wel voor middag. Ja.
Morgen staat al wel tijd te kijken. Houd hem vast, Nielsen. Houd hem vast. Is dat doek vast? We hebben het goed gekleed. Het is goed. Ja, waar is Poek? Waar is Poek? Hier. Pardon. We hebben hier een naam gedaan. Ho! Vervang die duivelse kasseien, maar ook dan asfalt en beton. Vervang die duivelse kasseien, maar ook dan asfalt en beton.